was hem dan seizoen 2023? Ja, klopt. We hebben net de laatste race gehad en ja, we kunnen heel tevreden afsluiten dit seizoen. Wat een laatste racedag. Ja, klopt. Beetje anders weer dan normaal. Veel wind is er, een beetje koud, maar ja, we hebben goede tijden kunnen rijden en ja, hele mooie resultaten kunnen neerzetten. Ik mis één ding. En dat is? Een persoonlijke record. Dat heb ik ook verbroken. Weer met 3/10 verbroken, dus ja, we houden de stijgende lijnen voort. Ja, maar geen 1,43. Nee, jammer genoeg net geen 43 kunnen neerzetten. Maar als we hebben zien hoe we nu hebben gereden en wat voor resultaten, we zitten nu gewoon in de kopgroep te rijden. Dus ja, daar kan ik heel blij mee zijn. Ja, wat is je PR nu? Mijn PR is nu 1,44,3. Dus dat is weer 3/10 eraf. Maar ja, dat moet natuurlijk nog wel naar beneden gaan. En wat was je eerste PR na de eerste race? Volgens mij was mijn eerste race 1,51. Dus daar is aardig wat vanaf gegaan. Maar kun je toch tevreden terugkijken op het seizoen? Ja, precies. We kunnen tevreden terugkijken wat de verwachtingen waren dit seizoen. En waar ik uiteindelijk ben geëindigd, kunnen we allemaal erg tevreden zijn. Vandaag de racedag, hè? Het weer was net als gisteren. Toen kon je lekker trainen. Ja, gisteren kunnen trainen. 4 sessies gereden. Ja, dit weekend is een beetje apart weer. Veel wind is er. Dus wat moeite op de rechte stukken. Gaan we wat slomen. Maar ja, we hebben weer wat meters kunnen maken op vrijdag. En gelukkig op zaterdag wel gewoon hetzelfde weer, dus we zijn er dan al aan gewend. En ja, we konden gewoon mooie tijden neerzetten. Alleen kwalificatie iets minder, want na 2 rondjes was al code 60, dus konden we niet doorrijden. Maar ja, als 9e gestart. En meteen in de eerste race had ik een mooi groepje kunnen opvinden. Waardoor ik uiteindelijk als 5e was geëindigd. Dat was mijn beste resultaat. En toen race 2 was een kopgroep van volgens mij 7 man. Dus dat was ook wel mooi. Dat we gewoon bij de topgroep zitten, bij de snelle rijders. En ja, uiteindelijk een mooi resultaat kunnen halen. Ja, maar wat was nou de einddoorslag van race 2? Jammer genoeg, ik zou anders 4e of 5e worden. Maar omdat ik een penalty van 20 seconden heb gekregen, ben ik uiteindelijk 8e geworden. Nog steeds wel redelijk goed, maar het is wel jammer. We konden gewoon in de top 5 zitten en dat dan net niet kan. Een penalty, dan denk ik aan voetbal, maar waarom? Omdat blijkbaar mocht je geen proefstart doen aan het eind van de pitstraat. Dus ja, hebben ze gezegd, je krijgt penalty. Maar we moeten niet kijken naar de penalty. We moeten gewoon kijken wat we uiteindelijk behaald hebben deze race. En dan kunnen we gewoon zien dat we goede resultaten kunnen rijden. Ja, ik kan wel horen dat het nu een half uur na de race is. Ja, klopt. We zijn al aan het einde van de race. En, ja. Na de race was je iets bozer, zeg maar. Ja, toen ik het nieuws hoorde van de penalty, was ik wel een beetje boos. Maar ja, we kunnen er niks meer aan doen. Maar gewoon tevreden zijn over dit weekend, over het seizoen. Dus ja. Ja, als dit zo hoort, ga je gewoon door het volgende seizoen. Ja, de plannen voor seizoen 2024 zijn nog niet vast. Dus we moeten nog even gaan kijken wat we gaan doen. Maar waarschijnlijk blijven we wel gewoon weer in dit kampioenschap rijden. Met dan wat meerdere races in het IDM. Maar we moeten nog sowieso kijken wat we gaan doen. Dus ja. Als je nu rijdt met de beste mee, zeg maar, met de top 5, dan moet je volgend jaar constant in die top 5, toch? Ja, precies. Als we nu zien wat we nu hebben gereden, ja, moet misschien volgend jaar wel voor het kampioenschap kunnen rijden. Of meerdere podiums in ieder geval. Dus daar gaan we natuurlijk voor. Hey, maar in ieder geval kun je met een grote glimlach terugkijken op 2023, het seizoen. Ja, dat sowieso. Daar kunnen we sowieso een mooi blik terugkijken. En nu weer lekker op de fiets trainen? Ja, nu klaarmaken voor volgend seizoen. Veel sporten, veel trainen en daar gaan we er weer voor.